om daar altijd maar weer kritisch over te doen. Hou daar eens mee op. Want dat doen ze in het buitenland niet. Want in het buitenland zeggen ze, in het buitenland zouden ze die club helemaal over op het schild tillen. En zo moet dat ook. En dat komt, het zit een beetje in die Nederlandse mentaliteit. Dat is van, ja, doe maar gewoon en het is ook zo gewoon. En het is niet gewoon. Het is absoluut niet gewoon dat we zo'n club, zo'n ploeg hebben nu in Nederland. Nee. En dat heb je altijd maar eventjes. En dat duurt dan 1, 2 of 3 seizoenen hooguit en dan is het weg. En dan zie je het misschien 10 of 15 jaar niet meer terug. Dus omarm dit moment nou. Nou ja. En wees daar nou trots op. Ja, en wees daar blij mee. Maar Harry, het zit in... dan gaan we de teken in. Nee, maar dat zit toch... Weet je, misschien zijn we toch door dat hele kritische wel heel erg goed geworden, Harry. Misschien... Nee. Het kritisch is fijn, maar op een gegeven moment moet je het ook laten. En moet je ook kunnen zeggen van... Dit is fantastisch voetbal. Dit is waar we trots op kunnen zijn. En dat komt uit Nederland. Ja. Want oh wee, als we dit voetbal hadden gezien van een ploeg uit een ander land, dan hadden we gezegd, wat heb je gezien? Die Spanjaarden van een andere planeet. Ja, die komen van een andere planeet. En nou komen ze uit Nederland. Ja. En dan gaan we daar nog een beetje half zuur bij zitten kijken. Maar misschien is de hele wereld, misschien heel Europa gewoon slechter gaan voetballen en zijn wij gewoon hetzelfde gebleven. Dat kan natuurlijk ook. Nog even kijken of we iets negatiefs kunnen vinden. Of dat we toch nog ergens kritisch kunnen zijn. Hou op daarmee. Oh. Stop daarmee. Nou.